Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom de heer Freins. Dank u wel. Wij gaan u een aantal vragen stellen. Dat zullen de heer Van Meenen en ik voornamelijk doen. Maar de rest van de commissie, mevrouw Bruinslot, mevrouw Fokke en de heer Ulenbelt, die letten goed op en kunnen af en toe natuurlijk ook tussendoor. Maar we hebben het een beetje gestructureerd. U bent vanaf 2009 verbonden aan bureau Gateway. Laten we eerst maar eens even beginnen met de vraag: wat is dat eigenlijk? Wat doet het eigenlijk? En helpt het? Ja. Dat zijn drie vragen in één. Misschien maar even bij het begin te beginnen. In 2009 is door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken besloten om een aantal maatregelen te treffen voor de problemen met grote ICT-projecten, om daar verbeteringen aan te brengen. Wie was die minister op dat moment? Mevrouw Ter Horst. En wat voor problemen dan? Dat waren toen problemen dat er toch regelmatig werd geconstateerd dat ICT-projecten zouden uitlopen en duurder zouden zijn dan bedoeld. Nou, toen heeft de toenmalige minister een besluit genomen om een aantal maatregelen te treffen. En een van de maatregelen was ook dat er reviews zouden worden uitgevoerd op grote ICT-projecten. Wat zei u? Reviews? Reviews, wat zijn dat? Misschien dat we terugkijken van hoe is het gegaan, maar in het kader daarvan is ook naar Gateway Review gekeken. Dat is een Engels kreet waar ik niet omheen kan, omdat het een beschermde titel is die uit Engeland komt. Af en toe mag het best, maar we proberen het zoveel mogelijk zo te doen dat mensen thuis ons ook kunnen volgen. Ja, ga ik absoluut proberen. Maar de Gateway Review is eigenlijk een reviewmethode die uit Engeland afkomstig is. En daar hebben we toen gezegd van, kunnen wij daar misschien ook voordeel mee hebben als Nederlandse overheid? En in september 2009, nadat het besluit in juni is genomen, ben ik overgekomen naar Binnenlandse Zaken en ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten van de Gateway Review methode. En eigenlijk is de Gateway Review methode afkomstig, wat ik al zei, uit de Britse overheid. Als door de organisatie ontwikkeld die ook Prins 2, de methode voor projectmanagement en MSP, heeft ontwikkeld. Even terug, u ging dat doen? Ja. En waarom was u daarvoor geschikt? Waar had u het geleerd, zou ik maar zeggen, bij Defensie, begrijp ik, hè? Ja, ik heb een lange voorgeschiedenis met een heleboel veranderde trajecten. Zowel reorganisaties als andere trajecten. En vanuit die kant ben ik ook gevraagd om mee te helpen aan de verandering en het verder introduceren van de Gateway Review methode. Nou, wat misschien dan wel handig is, want de Gateway Review methode is afkomstig uit Engeland. Dat was eigenlijk een reactie in Engeland. Daar hadden ze Prins 2 en MSP. En toen bleek toch dat vaak de projecten niet optimaal verliepen. En toen bleek dat er toch een belangrijke oorzaak zat, ook bij de kwaliteit of de wijze waarop de opdrachtgever betrokken was bij de projecten en programma's. En toen hebben ze gedacht van, hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat de opdrachtgever, in mooi Engels de senior responsible owner, de eigenaar, de opdrachtgever voor het programma, toch wat beter betrokken raakt bij de programma's en meer ook in zijn rol kan kruipen. En toen hebben ze gedacht, dat kunnen we het beste doen door een peer review, een collegiale review te introduceren, waarbij opdrachtgevers die zelf ervaring hebben opgedaan van wat gaat goed en wat gaat minder goed, te vragen om bij een collega mee te kijken. En dat is in principe wat er bij de Gateway Review gebeurt, dat collega's op het gelijke niveau van de opdrachtgever, en in Nederland betekent dat op directeurniveau of hoger binnen de Rijksoverheid, dat we vragen van, kan je eens een week kijken, hoe staat dit programma ervoor? Waar kom ik vandaan? Waar sta ik nu? Ik ben voornemens dit te gaan doen. En kunt u mij helpen, eens feedback geven, of wat ik van plan ben te gaan doen, is dat goed? Is dat logisch? Of zijn daar nog verbeterpunten mogelijk? Vanuit de gedachte, het gaat goed, maar hoe kan het succesvoller zijn? En de gedachte daarachter is dat door ernaar te kijken, een stukje reflectie in te bouwen, door meer mensen ernaar te laten kijken, vanuit het motto, één persoon weet niet alles, dus zorg ervoor dat meer mensen er meekijken. Van een professional is niet onbetrouwbaar, maar onvolledig. Laten we ervoor zorgen dat op die manier zo'n reflectiemoment wordt ingebouwd, zodat we van tevoren kunnen bijsturen in plaats van we achteraf moeten corrigeren. Dus de Gateway Review zou eigenlijk beter Gateway Preview kunnen heten. Maar wat je feitelijk doet is, voordat je naar de volgende fase gaat, kijk je of de plannen en de planning, of die sluitend en logisch is. Als je nou dat Gateway, zoals u het beschrijft, afzet tegen andere instrumenten van controle of hulp, of daar komen we nog wel op. Ja. Hoe ziet u dat dan? Wat werkt beter?
Nou, ik zou het niet willen zeggen, de een is beter of slechter dan de ander. Ik denk dat het gaat dat het palet van instrumentarium wat je ter beschikking staat, dat je dat optimaal benut. En ik zou daarbij graag een onderscheid willen maken tussen ene kant het verantwoordingsinstrumentarium wat je hebt. En verantwoorden is eigenlijk décharge vragen voor de dingen die je gedaan hebt. En de instrumenten die je gebruikt om vooruitkijkend bij te kunnen sturen of ter plaatse te kunnen kijken hoe sta ik ervoor. En de Gateway Review is gewoon, zou een onderdeel moeten zijn, of is het eigenlijk ook geworden, in het totale palet van instrumentarium wat ons ter beschikking staat. Waarbij zeg je, audits, die heb je nodig om af en toe wat meer dieper erin te gaan. Je hebt quick scans op het moment dat er andere vraagstukken zijn. Maar zorg ervoor dat de bestuurder of de manager de gelegenheid heeft om het juiste instrumentarium te kiezen. Maar goed, u noemt de auditdienst bij het Rijk. Of audits gezegd, ja. Maar die kunnen van de auditdienst van het Rijk komen. Ja. Een audit is een, ja, hoe zou ik dat nou moeten vertalen eigenlijk? Een doorlichting? Nou, wat je vaak ziet, een audit heeft natuurlijk een heleboel verschillende definities. Als je kijkt wat je met een audit kan doen, kan je natuurlijk aan de ene kant terugkijken en een oordeel vellen over het verleden. Je kan audit hebben om wat meer diepgang te krijgen, te kijken van joh, wat is hier nu echt aan de hand om de scherpte in te krijgen. Dan is je al meer in de helpende hand terechtgekomen. En wat je vaak toch ook bij een audit ziet, dat hij met name toch terugkijkend is. Maar wat is nou het verschil tussen gateway en audit eigenlijk? Er zijn een paar cruciale verschillen tussen een gateway en audit. Even gechargeerd met even de nuancering die ik net heb aangebracht in het achterhoofd. Een audit is in principe, kijk terug en velt een oordeel over het verleden. Een gateway review, kijk terug, kijk waar je nu staat, maar geef een oordeel over de vooruit wat je van plan bent te gaan doen. Dus die kijkt naar voren, preventief. Tweede belangrijk verschil is dat je bij een audit heb je te maken met professionele auditors. Bij een gateway review heb je te maken met een collegiale review. Dat zijn collega's die in het dagelijks leven een lijnverantwoordelijkheid hebben en die één keer in de zoveel tijd een week vrijmaken om met drie collega's te kijken naar het programma. Kun je zeggen het is minder bedreigend en meer op onmiddellijke verbetering gericht? Zie ik het dan goed? Nou, als je kijkt naar de gateway review, is in ieder geval de context gecreëerd om het niet als een beoordeling te gebruiken, maar als een ondersteuning. We zeggen wel eens in goed Nederlands de critical friends, hè, de kritische vrienden komen voorbij. Je zegt elkaar de waarheid. En omdat je de vertrouwelijkheid ook waarborgt tijdens de review, zowel voor de geïnterviewde, maar ook naar de opdrachtgever toe, betekent dat dat de mensen openhartig kunnen zijn, maar dat je ook elkaar scherp kunt zeggen van joh, dit gaat goed, maar daar zou je toch echt nog wat meer aan moeten doen. En dat doe je, dat kan je ook makkelijker doen, omdat je als reviewteam geen belang hebt, anders dan dat het programma beter gaat lopen of succesvol gaat zijn. En dat we dus beter omgaan met de maatschappelijke doelen die we nastreven. Nou zat hier, ik noem hem maar even, een troubleshooter, meneer Meijer, die veel ervaring heeft met het vlot trekken van projecten bij de overheid die enigszins in het ongereden waren geraakt, om het voorzichtig te formuleren. En die vroeg ik, heeft u ervaring met gateway? Nee, zegt hij, daar heb ik nooit iets mee te maken gehad. Dus wat is de penetratiegraad eigenlijk van deze vriendschappelijke hulp die gateway biedt? Nou, wat heel belangrijk is dat bij de gateway review, de collegiale hulp, vriendschappelijke hulp is, ja, collegiale vriendschap, maar wel met de scherpte. Wat we nu zien, we zijn 4,5 jaar bezig met de gateway review en op dit moment zijn er op de hoogrisicoprojecten en programma's 180 gateway reviews uitgevoerd. Van de 100 gemiddeld, worden er hoeveel gegatewayed? Ja, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Per benadering? Nee, dat vind ik heel lastig. En de reden waarom ik het lastig vind is omdat we zeggen, we hebben een heleboel hoogrisicoprojecten en programma's binnen de Rijksoverheid. Die variëren van beleidsprogramma's tot veranderprogramma's binnen de Rijksoverheid. Dus een heel groot palet. Ik heb daar persoonlijk niet het overzicht op hoeveel hoogrisicoprogramma's er zijn. Maar wat ik weet is dat we dus 180 hebben uitgevoerd op hoogrisicoprojecten programma's. Zowel met een grote I-component als ook een aantal programma's die wat meer richting de reorganisaties van departementen of anderszins zijn geweest. Wie bepaalt wat een hoogrisicoprogramma is eigenlijk? Er zijn verschillende typeringen voor. In de methodiek is er een assessmentformulier bij. Wat dan wordt ingevuld om te kijken van waar zit je. En dat is een beetje een wetenschappelijke benadering waar je op categorieën scoort van hoeveel geld is er mee gemoeid, wat is de impact van dit project. Even terug, voor mijn goed begrip, u zegt assessment, het betekent dus dat het project zelf moet gaan vragen, willen jullie ons vriendschappelijk komen bekritiseren? Ja, het is een, daar begint het al mee. De gateway review dus is alle projecten waar ze niet dat zelfreinigende vermogen in huis hebben om u erbij te willen halen, die ziet u niet? Nee.
De Gateway Reefer is geïntroduceerd als een hulpmiddel voor de opdrachtgevers om daar zijn woorden mee te doen. Onder het motto van kwetsbaarheid is een sterkte en geen zwakte. Dus stel je kwetsbaar op, daar heb je er veel van. Heb je er veel aan. We hebben wel tot op heden besloten om hem niet verplicht te stellen. Om ook te voorkomen dat hij gevoelsmatig in een controletoren gaat komen. Meer in de zin van, zorg ervoor, de mensen die dat willen, die hebben een instrumentarium ter beschikking. Waaronder de Gateway Review. Om hun projectenprogramma's beheerst te laten verlopen. En het is aan de opdrachtgever om te bepalen welk instrument kies ik hiervoor. Ik begrijp de gedachte. Maar niettemin vraag ik u, als je dus een project hebt wat moddert. En je wil het eigenlijk niet weten dat het moddert. En je steekt je kop in het zand. En je houdt het een beetje stil. En je gaat gewoon een beetje door. Dan komen ze dus nooit bij u terecht. Dan zouden ze bij mij terecht kunnen komen. Omdat ze door anderen geattendeerd worden erop. Van goh, zou het niet verstandig zijn als. Hè, vanuit dat perspectief. Maar het is niet zo dat ik of iemand anders van mijn organisatie erop afgaat. Volgens mij moet jij een gateway review willen. Zo werkt dat niet. Waar wij van uitgaan is dat de taakvolwassenheid van de collega's en de eigenaren en opdrachtgevers van de programma's zodanig is dat zij het juiste instrumentarium kunnen kiezen. En buiten dat, wij zijn een helpende hand zodra wij helpend kunnen zijn. En op het moment dat er geen behoefte is, kunnen wij ook niet zeggen, wij vinden pushgewijs dat wij u moeten helpen. Dan hoop ik en ga ik ervan uit dat in de reguliere, en dat is het weer dat totale palet wat wordt aangeboden, dat in de verantwoordingsrelatie of anderszins het beeld naar boven komt van, goh, zou het toch niet verstandiger zijn om een reflectiemethode of een review eens te gaan toepassen of een verdiepingsslag of een pas op de plaats te maken. Maar het is niet gepast binnen de methode, ook niet binnen de accreditatieprincipes die we met Engeland bij de methode horen, om het via de push verplicht af te dwingen. Nou hebben de Britten besloten om die gateway review verplicht te stellen. En uit uw woorden maak ik op dat u dat eigenlijk maar niks vindt. De Britten hebben een aantal jaren geleden, gegeven de economische situatie waar ze in zaten en de politieke situatie, hebben besloten om het instrument van Gateway Review ook in te zetten om het projectportfolio te schonen. Dat betekent dat ze toen hebben gezegd, we gaan het gebruiken als doorlichtingsinstrument. En vervolgens hebben ze ook gezegd, wij koppelen bij de hoogrisicoprojecten alleen overigens, wij koppelen eraan als u een verkeerde beoordeling krijgt over uw plan of planning, op basis van de Gateway Review, krijgt u voorlopig geen budget voor de volgende fase. En daarmee is het dus lijkt heel gezond. Wat daar nu in Engeland het gevolg van is, is dat aan de ene kant lijkt het heel gezond, want je moet voorkomen dat je geld verkeerd gaat spenderen. Absoluut mee eens. Wat er wel gebeurt, is dat er aan de ene kant, wat we juist met Gateway Review willen, hè, het lerend vermogen van de overheid ook omhoog krijgen, omdat de Gateway Review algemeen worden uitgevoerd door collega's, dat in Engeland de hoeveelheid ambtenaren die überhaupt nog een review uitvoeren heel beperkt is. Dus dan worden ze toch weer vaak uitgevoerd door externe in plaats van overheidsdienaren. Waardoor de ervaring die wordt opgedaan, en dat blijkt uit perceptieonderzoeken die wij ook uitvoeren, waarbij de reviewers zeggen, ik leer nog meer van de reviews dan van een heleboel cursussen die ik doe, omdat ik op die manier van mijn collega's leer van de situatie, dat raak je dan kwijt. Het tweede nadeel is dat de ambtenaren ook zeggen, ja, als ik bij jou nu ga komen en bij jou een negatief oordeel ga zetten over de planning, jij krijgt geen budget, volgende keer kom jij bij mij, dan heb ik hetzelfde dilemma. Dus en daardoor verwatert het instrument veel meer naar een controle-instrument in plaats van een helpende hand, terwijl we alsof we controle-instrumenten hebben. Dus vandaar dat mijn persoonlijke voorkeur, maar goed, het is aan de minister en de Kamer om daar natuurlijk anders mee om te gaan, maar mijn persoonlijke voorkeur zou hebben, laat alsjeblieft het instrument bestaan vanuit de vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis, maar wel de vrijwillige basis, omdat je daarmee het lerend vermogen, maar ook de collegiale hulp en ook de context creëert waarbij je even openhartig met elkaar naar het programma kunt kijken en daarmee preventief kunt zijn. Maar die wat voorzichtigere en meer binnenskamers werkende vriendenaanpak, die nuttig kan zijn voor het project, als ik u goed hoor, dat als je dat zo wil laten zoals het nu is, dan vergt dat wel dat je op andere fronten veel strakker zou moeten controleren, je auditdienst veel scherper zou moeten laten kijken en dat soort dingen meer, neem ik aan. Want wat ergens zal toch die controle vandaan moeten komen, want wij bespreken hier niet voor niks, projecten die behoorlijk zijn misgelopen. Ja. Nou, misschien daar toch nog even weer terug naar de bredere palet. Ik bedoel, controle is absoluut niet verkeerd. Daar ben ik ook niet op tegen. Dat is ook niet de insteek. Maar ik denk dat daar waar je kan voorkomen is beter dan genezen. En de idee erachter is, zorg dat je een palet hebt waarbij je zowel het voorkomende gedeelte erin hebt zitten, à la de Gateway Review en reflectiemethode,
Maar neem niet de verantwoordelijkheid van die eigenaar over. Want op het moment dat je gaat zeggen, jij moet het gaan doen, is maar de vraag, hoeveel neem je dan niet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever over? Dus wat we zeggen is van, maak het palet goed dat je instrumenten hebt die je kunt gebruiken om preventief bezig te zijn. Om bij te kunnen sturen vooraf, maar controleren achteraf sowieso en ook verantwoorden achteraf buiten kijf. Maar nou is het geval, maar dat zal u dan wel niet fijn vinden, dat steeds meer van die gateway reviews, kijk, heb je het al, uiteindelijk toch openbaar gemaakt worden. Ja. Of zelfs aangevraagd worden door de Tweede Kamer. Dat hebben we gehad bij de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie, ja, en bij andere dingen. Dat vindt u dus maar niks eigenlijk? Nee, het gaat mij niet of ik het niks vind of niet niks vind. Wat de methode voorschrijft is de vertrouwelijkheid. En dat is iets anders dan geheimhouding. Het gaat om de vertrouwelijkheid. En op het moment dat we een gateway review inzetten en zeggen van een opdrachtgever, een eigenaar vraagt, wil je bij mij eens komen kijken zodat ik een juist besluit kan nemen over de toekomst? Dan zou het ongepast zijn om als gateway review team of als bureau gateway te gaan vertellen wat er allemaal in die review is gebeurd, omdat je dan de eigenaar, de verantwoordelijke, ja, onmachtig maakt. Je gaat zitten meesturen over de band. De opdrachtgever zelf, kan zelf bepalen wat hij ermee doet. Dat kan betekenen dat hij absoluut, er staan ook een aantal gateway-rapporten gewoon op internet, omdat gewoon de opdrachtgever zegt, joh, ik heb er geen belang bij om het verstopt te houden. Mijn baat is bij om het juist breed te verspreiden en daarmee meer aandacht en meer gesprek erover te kunnen voeren. Dus het is niet geheim, maar wat wij wel zeggen, op het moment als jij als opdrachtgever, eigenaar van een programma, je verantwoordelijkheid neemt en je kwetsbaar durft op te stellen en daarmee je eigen voordeel wil doen voor het programma en het hogerliggende belang, dan moet je hem ook de mogelijkheid geven om dat zelfstandig te kunnen doen en niet dwars over de band of door hem heen te gaan. En dat is de belangrijkste reden. Dus het vrijmaken van, het vrijgeven van de review, op zich heb ik daar geen moeite mee als de opdrachtgever dat profijtelijk vindt. Ja. Collega van Menen. Ik wil het graag met u hebben over het effect van uw werk. En dan met name in eerste instantie op de kwaliteit van het opdrachtgeverschap bij de Rijksoverheid. In hoeverre, in uw opvatting, leiden de gateway reviews tot een beter opdrachtgeverschap bij de Rijksoverheid? Wat wij op dit moment doen is, we hebben, wat ik al zei, 180 gateway reviews uitgevoerd. En voeren dus ook evaluaties uit, zowel op de aanbevelingen. En we evalueren ook een afloop met de opdrachtgevers. En we hebben een aantal perceptieonderzoeken uitgevoerd bij opdrachtgevers. Wat heeft het voor u betekend? Als ik naar die feiten kijk, dan heeft eigenlijk, zeggen de opdrachtgevers, ik heb er veel aan gehad. Ik heb van de aanbevelingen wordt 90-35% overgenomen. Die zeggen ook, daardoor ben ik scherper geworden als opdrachtgever. Maar wat nog veel belangrijker is, een belangrijk aspect van opdrachtgeverschap, en dat is meerdere malen ook in deze Kamer aan bod gekomen, is ook het onderhouden van de dialoog. De juiste gesprekken met de projectleider, de juiste gesprekken met de stakeholders en de juiste gesprekken met de partners die bezig zijn in het project en programma. En bij veel aanbevelingen uit de gateway reviews komt naar voren toe, zorg ervoor dat we dat beter met elkaar inrichten. Dat we een cultuur creëren waarbij we niet elkaar verrassen, maar elkaar op de hoogte houden vanuit de rol die we hebben. Ik als opdrachtgever, projectleider als opdrachtnemer of andere partijen die bij betrokken zijn. En wat wij zien, nu 4,5 jaar door de oogharen kijkend naar de aanbevelingen, en we zijn bezig om nu met een denktank kennisdeling daar wat meer diepgang in te brengen, maar de eerste signaal die eruit komen is dat opdrachtgeverschap in de laatste afgelopen 4 jaar, zeker de opdrachtgeversrol vanuit de ambtelijke lijn naar de projectleider toe, versterkt is, maar met name ook structureler in verbinding. Ze zeggen wel eens IV is informatievoorziening, maar voor mij is IV, je bent in verbinding met elkaar. En wat je ziet is dat de projecten, die de laatste 4,5 jaar gestart zijn, daar veel meer aandacht voor is en veel meer alertheid op is om daar sterker met elkaar vanuit de rolvastheid mee aan de slag te gaan. Dank u. Wij hebben zelf ook onderzoek gedaan en een van de dingen, dat horen we ook de afgelopen hoorzittingsdagen al geregeld, dat er toch wat vraagtekens te stellen zijn bij de mate waarin er een opvolging plaatsvindt van advisering binnen de organisaties. Bent u nou van mening dat daarvoor Gateway, want u bent positief, is Gateway daar een positieve uitzondering op? Ik weet niet of we een positieve uitzondering erop zijn. Ik kan wel aangeven dat want na afloop van elke review, wat ik al eerder zei, de week na afloop, maar zeker ook na 4 tot 6 maanden, ga ik zelf terug naar de opdrachtgever van wat heeft het jou nou gebracht en wat heb je aan de aanbevelingen gehad. En ook in het perceptieonderzoek, wat onafhankelijk is uitgevoerd, blijkt gewoon dat tussen de 90 en de 95% van de aanbevelingen wordt overgenomen.
De aanbevelingen die erin staan, is heel nadrukkelijk. Doe dit in orde toe, doe dit om dit te bereiken. Soms wordt niet de maatregel overgenomen, maar wel het doel. In de zin van, zorg ervoor dat je dat dilemma wegwerkt. Zorg ervoor dat je dat doet, dan kan je succesvoller zijn. En dat wordt in 90-95% overgenomen. Sterker nog, er zijn opdrachtgevers bij die letterlijk tegen mij zeggen, Pieter, ik heb gewoon tegen de organisatie gezegd, ik neem de aanbevelingen over, want ik geloof mijn collega's, want dat zijn wel mensen met kwaliteiten en know-how. Ik geloof het, tenzij de ik neem alle aanbevelingen over, tenzij jullie vanuit de organisatie kunnen aantonen dat dit RIVE-team ongelijk heeft. Want dan moeten we het erover hebben. Dus in dat opzicht zitten wij in de positieve situatie, in elk geval de aanbevelingen worden overgenomen. Ja. Zou een cruciaal element daarin kunnen zijn dat u ook nog een keer navraagt hoe het met uw adviezen gegaan is? Is dat überhaupt de standaardwerkwijze? Hoort die bij uw werkwijze om dat te doen? Ja. En is dat ook binnen ministeries de standaardwerkwijze? Dat als iemand een advies geeft, dat er dan automatisch na enige tijd gereflecteerd wordt op wat er met dat advies gebeurt? Hoe dat voor andere instrumenten allemaal gebeurt, zou ik niet weten, want we hebben een heleboel instrumenten binnen de Rijksoverheid. Maar binnen de G2-methodiek hoort dat bij de systematiek. Ook omdat wij nadrukkelijk aangeven dat wij er zelf ook van willen leren om het instrument optimaal te kunnen benutten. Maar ook willen zien, hebben we de goede inschatting gemaakt? Hebben we de juiste vraagstelling, het juiste RIVE-team gehad? Zijn de aanbevelingen ook profijtelijk geweest? En dat is de reden dat wij vanuit het kwaliteitsborging van het instrument zeggen, wij vinden het gewoon belangrijk dat dat plaatsvindt. Ik vind dat even lastig voor te stellen, want ik schat zo in dat er ook nog anderen dan de reviewers van u op bepaalde momenten adviezen geven en dat die toch bij elkaar samenkomen. En dan heeft u toch wellicht een beeld van hoe dat met die andere adviezen, wat daarmee gedaan wordt. Want dat ziet u de volgende keer ook weer terug. Nou, wat ik kan terugzien vanuit de gesprekken die ik met de opdrachtgevers heb, richten ons met name op de aanbevelingen en de gang van zaken rondom het Gateway Review advies. En wat minder over de omgeving eromheen, omdat het standpunt daarin is, daar is weer die verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. En in totale palet wat hij gebruikt, zal hij in de verantwoordingslijn daar meer mee doen. Dus mijn specifieke interesse in de evaluatiegesprekken is met name gericht, hebben wij ons werk profijtelijk gedaan en hebben de collega's ook zinvol advies gegeven of niet? Kon je er wat mee? Nou, heeft u ongeveer 180 reviews gedaan. Ja. En hoeveel daarvan hebben de code rood gekregen? Even voor de luisteraars thuis, en die begrijpen dat waarschijnlijk al. Dat is geen goed nieuws. Dan is er geen verwachte goede uitkomst, zeg maar even, in mijn woorden. Nou, bij de Gateway Review methode hebben wij inderdaad een kleurencodering van groen tot rood. Waarbij we groen, oranje, oranje, rood en rood. Toch heeft die kleurbetekenis, dezelfde kleur, heeft een andere betekenis dan de reguliere dashboard. Daar zou ik toch bij stil willen staan. Wat je bij de Gateway Review doet, is vooruitkijken. Je kijkt naar het verleden, je kijkt waar het staat, maar je oordeel gaat over de planning die gemaakt wordt. En als ik dan een rode Gateway Review uitslag zie, wat overigens maar 3% van de reviews is, want de meeste zijn oranje en oranje-rood, dat is 80% van de aanbevelingen. Maar als ik daarnaar kijk, kan rood wel eens betekenen dat het programma heel succesvol is. Want wat je namelijk zegt met een kleur rood, je moet je planning en je fasering drastisch aanpakken, fundamenteel wijzigingen aanbrengen. En dat zou wel zo kunnen zijn dat de argumentatie is, je bent zo succesvol geweest in de eerste fase, veranker dat nou eerst in plaats van als een blinde door te gaan met de ontwikkeling. Veranker eerst. En dan is rood eigenlijk in een dashboard optiek heel groen. Namelijk, je bent succesvol geweest. Want de kleur gaat over de planning. Van wat ben ik van plan te gaan doen? En hoe vaak van die keren dat er code rood komt, is dat de situatie? Dat er voorgelopen wordt op de planning, dat het allemaal nog veel beter gaat en dat we dat moeten incasseren? Als je kijkt naar de code oranje en oranje-rood, want wat ik zeg, dat wordt het meeste gegeven. Dan is er over het merendeel het geval maak even een pas op de plaats, veranker, herzie even de fasering en je planning. En dat is niet omdat het sneller gaat, maar misschien gaat het daardoor wel langzamer of langer duren. Want dat is een van de elementen die ik toch ook onder de aandacht wil brengen. Vaak zeggen mensen, ja, door Gateway Review moeten de projecten, programma's worden succesvoller. En dan is de connotatie, het gaat sneller en het wordt goedkoper. Mijn standpunt daarin is, het wordt eigenlijk wel realistischer. Dat wil niet zeggen dat het sneller en goedkoper wordt. Want op het moment dat je start met een te rooskleurige planning of een verkeerde inschatting heb gemaakt, dan krijg je in de Gateway Review wel terug van, nou, code rood, je moet even faseren, je moet even wat langzamer aan gaan doen. En dan gaat het wel langer duren en wordt het misschien ook nog wel duurder. Maar dat is niet omdat
het slecht gaat, maar omdat we realistischer kunnen gaan plannen. En dat is ook wat meerdere keren in deze Kamer ook aan bod is gekomen. Het belangrijkste begint al bij de start van een project of programma. Even om het wellicht ook te illustreren, een voorbeeld wat ons hier door de heer Miedema, oud-projectmanager migratie bij het MGBA, is aangereikt. Hij zegt dat hij zelf al in januari 2012 en voordat dat in medio mei 2013 publiek duidelijk werd, al had aangegeven dat de planning van de MGBA niet duidelijk was. Nou is er ook een aantal, laten we zeggen, publiek bekende reviews gedaan. De laatste is van april 2012 en daar is de code oranje-rood. Of rood-oranje? Oranje. Nee, de code oranje gegeven. Hoe verhoudt zich dat nu tot elkaar? Zo'n bericht uit de organisatie, zal ik maar zeggen, en uw gateway review? Nou, zonder dat op het specifieke voorval in te gaan. Maar onderdeel van de Code of Conduct en van de accreditatie-eisen is ook dat die vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Dat ik als bureau gateway niet over individuele gevallen praat. Maar als je kijkt naar soortgelijke situaties, waarbij het MGBA of andere, dan zie je dat er natuurlijk verschillende meetmomenten zijn en verschillende aspecten waarnaar gekeken wordt. En de vraagstelling die aan de gateway review ter grondslag ligt, daar wordt antwoord op gegeven. En daar kan ook onderdeel zijn, kan de planning, maar misschien waren ook andere elementen kunnen aan bod komen. Het gaat over de financiële aspecten, de tijdsplanning, de scope, de governance, de risicomanagement. Dat kan een breder palet van aspecten zijn die aan bod komen. Dus de gateway review geeft een antwoord op de vraag. En daarom is de specifieke vraag die aan de gateway review ten grondslag ligt, daar komt het antwoord op. En dat kan best zijn dat andere instrumenten of andere viewpoints of andere waarderingsniveaus die worden toegekend tot andere conclusies komen. Dat zou kunnen. Ja, ik begrijp het. Want het is natuurlijk op zich verwarrend dat code rood nog steeds kan betekenen dat het allemaal ontzettend goed gaat. Dat maakt sluit goed aan bij uw positieve benadering. Critical friend. Gaan proberen het zo goed mogelijk te doen. Begrijp ik allemaal wel. Maar toch zullen er situaties zijn die u in die review ziet die zorgelijk zijn. Ja. Want u kijkt ook terug en u kijkt naar wat er beoogd werd. En dan geeft u uw advies. Ja. Als zo'n situatie zich voordoet, even nog los van de kleur die daar dan bij hoort, vindt u dan dat vanuit uw team de bewindspersoon geïnformeerd moet worden? Of niet, of door de verantwoordelijke, laat ik het zo zeggen. Nou, laat ik even één ding nog nuanceren. De gateway reviews worden door mijn organisatie vormgegeven. Van de 180 heb ik er zelf maar 10 gedaan. Hè. Dus de andere reviews zijn door alle andere collega's uitgevoerd. Als u mij vraagt, vindt u dat op het moment dat er een signalering wordt gedaan binnen een gateway review, dat iets niet goed gaat? Dan blijf ik toch bij het eenvoudige antwoord dat het aan de verantwoordelijke is om daar zijn voordeel mee te doen en daar zijn verantwoordelijkheid in te nemen. En dan horen de reguliere verantwoordingslijnen en de verantwoordingsrapportages horen daar het beeld voor te geven om daar de juiste dialoog te hebben. Ja, maar even, we hebben situaties die gaan niet goed, maar die kunnen vlot verbeterd worden. Er zijn ook situaties ongetwijfeld, of komt u die gewoon niet tegen, hè, maar waar wij wel bijvoorbeeld ons onderzoek op gericht hebben, die echt finaal uit de hand lopen. Hè, zowel in de tijd als in de kosten als in datgene wat ze uiteindelijk op gaan leveren. Op het moment dat een reviewteam dat tegenkomt, zullen ze dat zeker in het rapport schrijven. Want dat is de kracht van de gateway review, dat je die vertrouwelijkheid, maar ook die beslotenheid niet in de controletoren, maar helpende hand, wordt er geen blad voor de mond genomen. De rapporten zijn daar niet zijn er scherp in, laat ik het zo zeggen. En dat blijkt ook wel uit ook meer onderzoeken naar peer reviews, is dat collega's heel scherp en hard naar elkaar kunnen en durven zijn als het niet een eigen belang bij betrokken is. Nou, een gateway review heeft geen eigen belang en zo'n team geeft dus een scherp oordeel. Dat laat onverlet dat als je zo'n scherp oordeel geeft, wat ik al eerder heb aangegeven, dat je dan niet kan zeggen en dan ga ik daar nu zelf mee aan de haal om dingen te doen. Nee, je hebt je collega die feedback gegeven en het blijft zijn of haar verantwoordelijkheid om daar iets mee te gaan doen. Maar gebeurt dat dan ook, bij uw weten? Zover ik het Nemen die mensen hun verantwoordelijkheid of ziet u ook situaties waarin er dan vervolgens niets gebeurt? Ja, de adviezen worden wellicht opgevolgd, maar er vindt geen... U ziet het niet terug ergens anders in de organisatie, bijvoorbeeld bij de minister. De wijze waarop Bureau Gateway werkt en mijn activiteiten gericht zijn, hou ik daar geen toezicht op, dus kan ik daar geen oordeel over vellen. Mag ik aanvullend even doorvragen? Ja, hoor. U zei net, de reguliere verantwoordingssituaties moeten dan worden waargemaakt. Ja. Eigenlijk zegt u,
Wij waarschuwen, doen we vrij hard. We helpen, doen we op een manier die is niet mals. Maar dat is het dan ook. De verantwoordelijke die moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Dan vraag ik u niet gebonden aan allerlei geheimhoudingsverplichtingen en wat dan ook, maar gewoon als iemand die wel verstand heeft van hoe departementen werken en hoe ICT loopt. Wat u dan toch vindt van dat feit dat hier door meneer Miedema naar voren is gebracht, zo even door collega Van Meenen ook gememoreerd. Dat is iemand die als leverancier daar werkt en zegt, dit gaat fout. Dit gaat gewoon gillend fout. Gaat heel veel geld kosten. Gaat niet goed. Dat signaal gaat de organisatie in. Wordt daar ergens op miraculeuze wijze vervormd. Tot het gaat eigenlijk best wel goed. En dan bereikt het de minister op een andere manier, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Wat vindt u daarvan? Ik kan op dit moment... ik ken de situatie niet. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Ik schets hem nu. Ik vertel u zoals het was. In mijn optiek heb je op het moment dat je bezig bent om met een project bezig te zijn, om dingen te realiseren, moet je met alle partijen moet je in verbinding staan en moet je open kunnen communiceren. En moet je zowel zelf informatie kunnen brengen en een partij hebben die ook open staat om die informatie te willen ontvangen en daarmee over in gesprek te willen gaan. En als u nou ziet dat dat niet zo is, dat het fout gaat en dat het ook heel veel geld gaat kosten, vindt u dan niet dat het tot uw taak of tot de omschrijving van Gateway behoort om dan ergens een soort noodremprocedure te hebben? Dat u doorschiet naar de secretaris-generaal of zoiets op zijn departement en zegt, luister eens, we kunnen hier Gateway tot we naar ons wegen. Maar die zaak gaat niet goed. En ga eens even opletten, vriend. Op dit moment valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van bureau Gateway. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Op het moment dat de politiek en anderen besluiten dat voor de uitvoering van bureau Gateway tot de taken behoort om ook die signaleringsfunctie te hebben en de controletaak te hebben, dan zullen we mij moeten uitvoeren. Op dit moment hebben wij heel nadrukkelijk in de afspraken over de uitvoering van de Gateway Reviews de afspraak gemaakt dat wij daarover niet op die manier rapporteren. En als er dus dingen gesignaleerd worden door het reviewteam, dat ze daar op acteren. Maar dat is nadrukkelijk in de context waarin we Gateway hebben neergezet. Ze hebben een breed palet van instrumentarium. Heeft u geschetst. Maar kunt u zich, laat ik het dan anders formuleren, kunt u zich voorstellen dat als u een... Nou ja, een ramp is misschien overdreven, maar echt iets ziet aankomen. Omdat er met wat u heeft gesignaleerd te weinig wordt gedaan. Ook intern in zo'n departement. Dat u dan het terecht zou vinden dat u wel degelijk ook een soort meldingsplicht zou hebben. Dan is het mijn ambtelijke plicht om daar ook een melding van te maken. En op zijn minst met de betrokken persoon contact te treden van ik heb dit vernomen, hoe zit dat en hoe gaan we hier doen? Ja, maar dat is de verantwoordelijke. Maar als u daarna ziet... Ja, want u komt een half jaar later nog terug, vertelde u ons net. Ja. Als u daarna ziet dat er weinig mee gebeurt, vindt u dan niet dat u, niet u als persoon, maar dat die in de opzet van Gateway zou moeten zitten, dat als je een ramp ziet aankomen financieel, dat u dan de bevoegdheid zou moeten willen hebben en ook zou moeten krijgen om hogerop te melden? Ja, dan zou die in de signalering opgenomen moeten worden. Maar wat ik al zeg, dat is eigenlijk ook je ambtelijke plicht. Als je ziet dat dingen niet goed gaan, zul je er ook iets mee moeten gaan doen. Maar zou u ons adviseren om de Kamer te adviseren dat zodanig te gaan wijzigen? Ik denk dat in de huidige verplichting die je als ambtenaar hebt, als je dit soort dingen signaleert, dat afgedekt is. Maar als de minister en u dat adviseren om dat scherper neer te zetten, dan is dat uiteraard... Wie mijn guest. Ja. Mevrouw Waarschot, meneer Van Meenen? Meneer Van Meenen, ga door. Ik bij mij drong de vergelijking met het biechtgeheim zich op. Ik begrijp heel goed dat u hecht aan die vertrouwelijkheid. Maar toch, er zijn ook grenzen aan het biechtgeheim. En u geeft eigenlijk aan dat u daar ook ergens een grens ziet. Mijn vraag is dan in algemene zin, hebt u wel zo'n situatie gehad waar u daarmee moest worstelen? Of dat mensen van uw team in zo'n situatie terecht kwamen? Nee, we hebben die situatie niet meegemaakt omdat over het algemeen, als die situatie zich voordoet, het reviewteam daar zelf al eerder op geattendeerd heeft. En dat je dan ziet dat er al maatregelen worden getroffen. Dus op dit moment kan ik niet terugkijken op een situatie waar ze dit heeft voorgedaan. Maar wel dat natuurlijk waar reviews zijn uitgevoerd, projecten en programma's, in de verantwoordingslijn en bij andere instrumenten werd gezegd van daar moet nog een tandje bij. Aanvullend op wat ook in de Gateway gerapporteerd is. Ja, u heeft gesteld, het doorlichten van projecten werkt alleen als politici... Nee, is dat van u? Even kijken, ik ben even dit kwijt.
Ja, pak jij maar. Nou, kijk, het gaat eigenlijk om diezelfde vraag als net, maar dan van de andere kant. Als er een heel erg kritisch en belangrijk negatieve review ligt. We hebben een voorbeeld daarvan, dat halen we uit de pers, een artikel in Elsevier in mei 2011. Daar is een code rood afgegeven, zeer negatief. Althans, zo hebben we dat tot nu toe verstaan. Mm-hmm. Dat rood niet per definitie groen is, zoals groen ook bij dat andere systeem rood kan zijn. Maar goed, dat terzijde. Over het Nationaal Uitvoeringsprogramma, een grootschalig project dat de digitale dienstverlening van onder meer gemeenten en provincies moest verbeteren. Dat was van de heer Dokters van Leeuwen, als ik me niet vergis, in 2009. En daar gebeurt dan niks mee. De toenmalige staatssecretaris, mevrouw Bijleveld, die laat dat dan verder zitten. Is dat niet echt volkomen verkeerd als het niet wordt opgepikt? Ik zou dat in een iets breder perspectief willen plaatsen, met u wel bevinden. Maar antwoord geeft op mijn vraag. Vind ik dat gaat zeker gebeuren. Wat belangrijk is, is dat als je praat over waar gaan de aanbevelingen, wat zie je nou het meeste gebeuren, is eigenlijk dat de dialoog tussen de politiek, de ambtenaar en de projectleider, om zo maar te zeggen, die moet goed en open zijn. Wat je ziet in de aanbeveling is dat daar veel meer de dialoog de laatste tijd, en u praat nu over een van de eerste reviews die onder mijn verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden, dat in de afgelopen periode veel meer geïnvesteerd is om juist dit soort signalen meer met elkaar te bespreken, om niet vanuit wie is de schuldige en wat is de oorzaak en hoe kunnen we iemand daarop aanspreken van u heeft het fout gedaan, maar meer in de open dialoog van hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen, waar gaan we nu doen, waar staan we nu en hoe gaan we hier nu met z'n allen vanuit eigen verantwoordelijkheid onze verantwoordelijkheid ook nemen en hoe gaan we dit oplossen. De review waar u nu naar verwijst is een van de eerste Gateway Reviews die onder mijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd, de tweede review geweest. Toen was Gateway Review nog helemaal nieuw. Toen was ook de context niet, waarin Gateway gebruikt wordt niet helder. Dus in dat opzicht, vandaar dat wat breder antwoord. Ik denk dat op dit moment de Gateway Review vaker ook besproken worden met de minister dan wel met de Tweede Kamer. Ik heb nog een paar vragen over. Ja, over het feit dat wij nu een aantal keren hebben gehoord dat het kennisniveau van de Rijksoverheid op allerlei vlakken, juridisch, technisch en zo, niet voldoende is. Wat zijn de waarborgen dat die 400 reviewers van uw bureau wel die voldoende kennis in huis hebben? Wat wij doen tijdens de opleiding is een aantal dingen in kaart brengen. Aan de ene kant hebben we de cv's. Aan de andere kant inventariseren wij de kwaliteiten op managementniveau. En moeten de reviewers op 10 competentiegebieden aangeven waar zit mijn deskundigheid. Op basis van het type programma, de fase waar het in zit en de vraagstelling proberen wij het team zodanig samen te stellen dat je juist de competenties in beeld hebt. Nu zit dat natuurlijk een heel belangrijk element in, want de kwaliteit van het reviewteam bepaalt ook de kwaliteit van het resultaat. En wat wij doen zijn een aantal waarborgen inbouwen in de kwaliteit van het reviewteam. Allereerst, als blijkt dat bepaalde competenties binnen het Rijk niet aanwezig zijn of binnen de overheid niet aanwezig zijn, zullen we er niet voor schromen om een externe partij vanuit een kennisinstituut of vanuit de universiteit of anderszins in het reviewteam te laten plaatsnemen om meer diepgaande kennis erin te krijgen. Dus in dat opzicht maken we daar gebruik van. Tweede element wat ik ook zou willen meegeven is dat de Gateway Review zich natuurlijk richt op dat strategische niveau. En dat is al meerdere malen ook in deze Kamer voorbij gekomen. Is dat het gaat met name om welke ervaring heb je als manager met veranderingsprojecten waarbij ICT een belangrijke rol speelt. En ben je in staat geweest om ook op die manier check and balances, dus zeg maar balans aan te brengen vanuit jouw rol als opdrachtgever om daarna te kijken. En dat zijn ook waardevolle ervaringen die voor het reviewteam van belang zijn. En wat wij zelf zien, en dat is het laatste element van mijn antwoord, wat we zelf ook zien, en ik heb de inventarisatie even gedaan, is dat orde van grootte 30% van onze reviewers hebben zelf in het verleden binnen de ICT-organisatie gewerkt. Of als directeur van de ICT-beheerorganisatie, of in het bedrijfsleven en zijn naar de hand bij de overheid gekomen. Dus vanuit de reviewpool zelf is dat wel het competentiegebied waar we gedeeltelijk in zitten. Goed, dank u wel. Ik had nog één algemeen korte vraag. Wat is het belangrijkste, dat zult u ongetwijfeld ook doen, continue verbeterpunt wat u in die reviews wilt proberen te stoppen?
Wat moet er beter? In de methodiek zelf bedoelt u? Ja, of in de mensen, of in allebei. Ja, wat we met name zien is, als je kijkt naar de verbeterpunten die we tegenkomen vanuit de review naar de projecten en programma's toe, is zorgen ervoor dat je een goede start maakt. Hè. Dus dat is een verbeterpunt ten aanzien van zorg ervoor dat je tijdig de gateway review start, dat je in de beginfase er al mee start. En liever nog voordat je überhaupt denkt aan het project te starten. De starting gate is een keer over tafel gekomen. Dus zorg ervoor dat hoe eerder je begint met bijsturen, hoe prettiger dat is. Even tussenvraag, want daar zit vaak een enorm probleem. Eigenlijk open deuren die daar niet worden gevolgd. Van wat willen we nou eigenlijk? Welk probleem willen we nou met wat voor soort ICT überhaupt eigenlijk oplossen? En hebben we er überhaupt wel ICT voor nodig? Of juist wel die? Dat is toch ook even ter verificatie, dat is toch ook uw ervaring? Dat is zo simpel als het lijkt, maar dat er bij het begin vaak niet goed genoeg wordt nagedacht, gedefinieerd. Wat willen we nou eigenlijk? Het is door het hele proces heen. Maar als je al verkeerd start, dan kan je alleen achteraf nog corrigeren. En wat we hebben geconstateerd, en dat is ook de reden waarom wij de starting gate ontwikkeld hebben, is dat bij de reguliere reviews ben je al met het programma bezig. Dan ben je eigenlijk al op dreven, moet je al gaan corrigeren. En toen bleek in 2010, 2011 dat vaak eigenlijk al een valse start is gemaakt. En wat je dan eigenlijk zegt van, laten we nou eens kijken, wat is nou het politieke doel wat we willen bereiken hiermee? Wat kunnen wij dan realiseren? En wat realistisch ook in het bestuurlijke domein en in het inhoudelijke domein. Maar als je dan niet verbaasd dat dat zo vaak niet gebeurt, terwijl het gebeurt dur misschien, precies, dat het zo voor de hand ligt? Ja. Ik denk dat het te maken heeft met een stukje maturity, het niveau waarin we met z'n allen ook gewend zijn om met projectprogramma's om te gaan. Ik denk dat in het verleden had je af en toe een programma, een project waar je mee bezig bent. Nu is het gewoon dagelijks business om daarmee bezig te zijn. Digitalisering zit overal doorheen, dus ICT kom je overal tegen. Dat is denk ik één element. Tweede element is dat soms moet je ook even geattendeerd worden op het feit dat het verstandig is om dat te doen. Derde element is dat de cultuur er ook moet zijn. In de beginperiode van Gateway Review, want heel veel aanbevelingen gingen ook over de governance, was er ook heel vaak over de sturing en beheersing en de organisatie rondom het projectmanagement, gingen heel vaak de aanbevelingen over. En was het ook van, ja, maar wat heeft u dan aan gedaan? Ja, daar heb ik een projectleider voor aangesteld. Of daar heb ik dat? Nee, er zijn verschillende rollen in de politieke arena, in de bestuurlijke arena en in de projectenarena. En uw doel is nu met dat start... Starting gate? Het starting gate... een beetje bot gezegd, er zijn al meer kippen voorbij gekomen hier vandaag. Maar voorkomen dat mensen als een kip zonder kop gewoon maar beginnen? Als je het zo zou willen formuleren, ja. In elk geval dat we met z'n allen hetzelfde beeld hebben wat we willen bereiken. En dat we daar dus dan ook elkaar op kunnen aanspreken. Maar nog veel belangrijker, want veel van die hoogrisicoprojecten en programma's hebben natuurlijk een lange doorlooptijd. In een dynamische omgeving waar flexibiliteit gevraagd wordt, waarbij een besluit of een ontwikkeling in de omgeving invloed heeft op een project of programma, betekent dat je niet alleen aan het begin dat moet doen, maar dat je ook gaandeweg het proces, en dat zie je ook veel terugkomende aanbevelingen, zorgt er nou voor dat je op gezette tijden, over de scope, over de verwachtingen, over elkaars rolneming, dat je dat soort dingen meeneemt. Want dan blijkt ook, vaak komen de aanvullende eisen op het programma. Zijn er nieuwe technologische ontwikkelingen? Dan kan je wel zeggen, ja, dat kan die projectleider oplossen. Maar dat heeft vaak impact op de doorlooptijd of op de financiële middelen. Of wat er opgeleverd wordt. En wat daarin belangrijk is, is dat je daarvoor zorgt dat je dus vanaf het begin in dialoog met elkaar bent. Van Menen. Ja, voorzitter, want ik hoorde de heer Vrijs volgens mij nog iets zeggen. Zei u ook dat aan het begin van het proces... project eigenlijk de verantwoordelijkheden en de rollen ook vaak niet goed belegd zijn? Wat je bij veel projectenprogramma's ziet, is dat in elk geval de keten tussen de politiek, de bestuurlijke en de inhoudelijke arena niet altijd optimaal geregeld is. Dat is wat uit de gateway reviews naar boven komt. Dus als je dat aan het begin al goed met elkaar afspreekt, van waar kan ik je op aanspreken? Waar ben jij van? En als ik hier tegenaan loop, heb je dan tijd voor mij om te kijken, heeft dit impact op de scope? Heeft dit tijd op de planning? Is dit een te ambitieus wat wij willen? En als dat in gesprek kan plaatsvinden in de zin van verkennen en met elkaar, met respect voor elkaars rollen, van degene die besluit moet nemen, moet ook dat besluit kunnen nemen, wel meedenken, maar niet mee beslissen. Maar als je dat wel voor elkaar krijgt van het begin van, is er ook een cultureel aspect. Wat je vaak ziet, is dat bij gateway reviews naar voren komt van procedureel en methodologisch kunnen we het allemaal wel mooi regelen. Dat is de blauwe wereld. Maar waar we meer aandacht voor vragen, is het relationele aspect en het culturele aspect. Het met elkaar samen op pad gaan. Daar wil ik graag even op doorgaan, want u noemde dat net ook al. Hè. Ja. U zei eigenlijk, als ik het goed begrepen heb,
Het vragen om een gateway review is een onderdeel van volwassenheid en van een cultuur. Ja. En nou is mijn vraag, bij die 180 reviews die u gedaan hebt, ziet u daar een verschil tussen ministeries bijvoorbeeld? Dat het ene ministerie in zekere zin in volwassener is en veel vaker om reviews vraagt dan het andere? Dat was, zeker als ik terugkijk naar over 4,5 jaar, dan zie je dat aan het begin de meeste reviews werden aangevraagd vanuit de interdepartementale projecten en programma's die liepen. Als ik nu kijk, komen de reviews uit eigenlijk alle departementen. En afhankelijk van waar op dat moment wat meer dossiers spelen, worden er wat meer gevraagd. Maar eigenlijk wordt het nu, kan je zeggen, rijksbreed, alle departementen wordt er gebruik gemaakt van de Gateway Review. Met af en toe wat pieken bij sommige departementen als er een bepaald programma in een bepaalde fase komt. Vervolgens nog. U zegt dat inderdaad, dat het steeds vaker, maar is er dan nog wel een onderscheid tussen de departementen? Of zegt u eigenlijk van nee, hè? Want u had het er wel over, het gebeurt steeds meer. Maar als je nou toch wel inzoomt, steekt er dan wel een departement bovenuit? Of is dat gewoon niet meer het geval? Is het echt gemeengoed geworden? Het is gemeengoed geworden, ja. Alleen wat ik het probleem is, wij werken op verzoek van de opdrachtgever. Dus per jaar kan het iets fluctueren. Maar het is niet zo dat ik zeg van dit departement is nu in de lead, vraagt de meeste case reviews aan. Dat is nu eigenlijk gemeengoed geworden. Dus dat is eigenlijk vanzelf bij iedereen tussen de oren gekomen. Dus het is zo dat het zichzelf wel echt heeft voortgesproken. Of is daar ook wel echt sturing vanuit het bureau gekomen om dat echt bij mensen tussen de oren te krijgen? Nou, wat wij gedaan hebben als bureau Gateway van begin af aan is met name voorlichting geven. Wat is Gateway Review en hoe kan het jou helpen? En dan zag je dat aan het begin natuurlijk heb je altijd wat meer enthousiaste personen die er eerder op springen. Maar omdat we nu natuurlijk werken met een grote pool van reviewers die soms zelf weer opdrachtgever zijn voor een review, omdat ze graag van andere collega's daar weer iets willen hebben, is het een soort van, wij noemen dat dan de Gateway Community, die weet van het bestaan, maar ook vaak collega's zeggen, volgens mij is het verstandig als jij nu eens eventjes een preview laat doen in de vorm van een Gateway Review. En daarmee hebben wij dus ook geen actieve acquisitie, want hij is ontstaan in de afgelopen 4,5 jaar dat men de toegevoegde waarde voelt, ervaart en elkaar erop aanspreekt van joh, volgens mij is het wel verstandig als jij dat een keer gaat doen. Ik wil graag met u naar de lessen die wij uit uw Gateway Reviews kunnen leren. Ja. U heeft daar een beeld van, u bent ook bezig om dat volgens mij te verzamelen. Ja. En het zou ons natuurlijk enorm helpen als u alvast wat tipjes van sluiers op zou kunnen lichten, want ja, u heeft inmiddels een schat aan ervaring. Er zijn een aantal elementen die uit de Gateway Reviews naar boven komen. Eentje wil ik noemen, die komt niet zozeer uit de Gateway Review zelf, maar wel uit het gebruik naar voren toe. Een belangrijk element is toch, laten we in elk geval in het palet wat een opdrachtgever ter beschikking staat, zowel controle, verantwoordingsinstrumenten, toetsingsinstrumenten, maar ook de preview-instrumenten, laat dat palet als totaalpalet bekeken worden en ga niet proberen alles in richting controle of verantwoordingsdoor te trekken. Dus aan de ene kant zou mijn oproep zijn, laten we alsjeblieft voor waken dat Gateway Review niet meer de rol kan vervullen wat het nu heeft vanuit de preventie en het... Dat meer over gezegd, ja. Tweede element wat je ziet is dat er vaak, als we het hebben over de... Een goede start is het halve werk. Goed begin is het halve werk. Dat is heel cruciaal. Dat begint al bij de eerste gedachte in de politieke arena van wat willen wij bereiken? Welke maatschappelijke doelen willen wij bereiken? En hoe vertalen wij dat door naar hanteerbare projecten en programma's? Zijn de randvoorwaarden aanwezig om dat goed te kunnen doen? Om vervolgens dan de dialoog te hebben met de ambtenarij en de projectorganisatie om dat goed voor elkaar te krijgen. Niet eenmalig, maar als continu proces waarbij het onderscheid tussen evalueren en terugkijken van waar staan we nu en hoe gaan we verder, los te blijven knippen van de verantwoording, waarin je zegt van dit heb je wel of niet goed gedaan. Ik zoek even waar de les nu zit, hè, want dit kan je ook bij wijze van spreken in een theorieboek lezen dat het zo moet. Ja. Maar is de les nu dat niet genoeg gebeurt? Of? De les die hieruit getrokken wordt is dat we zeggen van sinds 2009, maar zeker sinds de starting gate, zien wij dat er meer aandacht voor is. Maar het is wel een cultureel element wat erin zit dat we alert moeten zijn. Dat we niet altijd meteen een veroorzaker zoeken, maar meer naar de oorzaak zoeken. Gaat u verder? Een derde element wat... Sorry, mag ik op het vorige element nog één ding vragen? Ja. Gewoon ook uit de barre, echte werkelijkheid van dit huis. Hier in de Tweede Kamer, daar beneden, wordt een motie aangenomen. Die vraagt van de minister dit of dat uit te voeren. De minister zegt, ja, gaan we doen. En dan ergens zegt u, gaan we kijken of we dat allemaal goed kunnen doen. Maar dan blijkt dat in dat departement vastgesteld wordt, ja,
dat kunnen ze. Ze kunnen ook wel vragen of we de maan in vier porties willen uitserveren in die Tweede Kamer. Dat kunnen we niet. Zou het dan niet zo moeten zijn? En ons is gebleken dat het vaak niet zo gebeurt. Mm-hmm. Dat teruggekoppeld wordt naar boven toe. Desnoods schrijf je maar een brief. Die toezegging, dit kan niet. Ja, het kan wel, maar dan kost het 7 keer zoveel. Zou het zo moeten? Dat is de wijze waarop de starting gate ook werkt. Van zijn de randvoorwaarden aanwezig, is het realistisch? Als het niet is, deel dat met elkaar. Dan kan je nog steeds het besluit nemen. Dan kan zeker politiek zeggen, je zult toch. Maar dan weet je op voorhand dat het dus niet realiseerbaar is. En dat je dus gaat starten onder een verkeerd gestarte. En dat de kans op het niet halen van het succes in elk geval veel groter is. Ja, dus ik vind wel dat als je vanuit de starting gate geredeneert, heel nadrukkelijk ook die adviezen komen, leg dat dan terug. Ga niet op de stoel van de minister zitten, want die neemt uiteindelijk toch het besluit. Maar je moet dat signaal wel afgeven. Ja, dat is onderdeel ervan. Ja, maar het punt is namelijk dat hier in de Kamer, tenminste misschien spreek ik nu alleen op persoonlijke titel, maar ik denk dat als wij zouden weten dat sommige dingen ook echt niet kunnen, of alleen maar kunnen tegen die en die meer kosten, dat we ons nog wel 3 keer achter de oren zouden krabben om het ook daadwerkelijk te verlangen. Terwijl op die departementen vaak te makkelijk wordt gezegd, nou ja, de Kamer wil het, dus we doen het maar. En dat laatste, die conclusie, dat kan ik niet helemaal inschatten, maar ik deel wel uw mening dat het heel verstandig is om een goede start te maken en dat ook in de vorm van die afweging, maar ook de business case, en terug te laten komen gedurende het hele proces, omdat je namelijk een lange termijn bezig bent waarbij ook invloeden van buiten komen, dat je die wel kunt meenemen, dat je iedere keer de heroverweging wel moet kunnen doen, zijn we nog goed bezig. Absoluut. Even die starting gate, hè? Dan is er dus nog de mogelijkheid om ook niet te beginnen, als ik het goed begrijp. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Op dit moment, de starting gate hebben we nog niet zo heel lang. En de keren dat we hem hebben toegepast, heeft hij in elk geval niet per definitie geleid van het niet doen, maar wel uitstellen en aanscherpen van de randvoorwaarden en de scope en de verwachtingen met elkaar. Dus de situatie zoals collega Elias die net beschreef, die heeft zich eigenlijk nog niet voorgedaan. Er wordt een of ander besluit in de Kamer genomen, wat eigenlijk vrij snel, waarvan men en u ook vrij snel tot de conclusie komt, dat is onhaalbaar. Dat, die situatie die heeft ze kent nog, u niet. Die ken ik niet vanuit de gateway-perspectief. Okay, nou, nee. Sinds we de methode hebben, dat is wat anders dan dat het niet gebeurd zou kunnen zijn. Sterker nog, u weet gewoon dat het natuurlijk in het verleden wel gebeurd is. Daar heb ik geen oordeel over. U leest toch ook de krant? Of, Jawel, maar goed. Dit was flauw. U was bezig met lessen op te noemen. Daar ga ik toch even naar terug. Ja, een belangrijke les die je ook ziet en die ik ook wel belangrijk vind. We zijn heel goed, en dat hebben we ook toen wij de aanbevelingen gingen analyseren. Het eerste jaar kwam er boven toe. We hebben heel veel verbeter aanbevelingen. Doe dit, doe dat beter, ga dat anders doen. En wat we feitelijk zien is, wat ik een belangrijke aanbeveling vind, van benoem ook wat goed gaat. Wat gaat goed, moeten we vasthouden. Benoem wat goed gaat, maar wat je moet vasthouden, maar beter moet doen. Geef ook aan wat absoluut niet moet gebeuren. Doe dat nooit meer, hè, dat soort signaal. En geef aan van wat zou je aanvullend moeten doen. We hebben de neiging in de Nederlandse cultuur om iedere keer meer aanbevelingen. Meer, doe dit nog, doe dat nog. In plaats van even te herbezinnen van wat moeten we vasthouden. Zodat je het kind niet met badwater weggooit. Nee, maar ik begrijp het. U heeft het heel erg over ook lessen die u leert om uw eigen methode te verbeteren. Maar waar ik ook benieuwd, en deze commissie ook benieuwd naar is, wat komt u nou in de praktijk het meest tegen? Welke adviezen geeft u dan het meest? Doe dit niet meer of doe dat juist wel? En want dat kan ons ook helpen. Dus ik wil u proberen daar een beetje naar toe. Ik ga er nog wat dieper inhoudelijk op in. Ja. Een belangrijk element is, begint eer gebegint. Dat is eentje. Twee is, gebruik de business case heel nadrukkelijk als een stuur- en beheersinstrument. Ga het niet alleen maar voor de funding gebruiken. Hij zegt van business case, klaar is case. Nee, business case tot en met klaar is case. Laten we daar dan wel voor zorgen. Die houden we erin. Business case, klaar is case. Die houden we erin. Gaat u wel. Maar daar moeten we denk ik heel alert op zijn. Een ander element is dat de governance en ook de eigenaarsrol voor een projectenprogramma niet in elke fase hetzelfde hoeft te zijn. Zeker op het moment dat je verder gaat naar implementatie, overdracht van een projectresultaat naar de staande organisatie toe, zorg er dan voor dat je nadrukkelijk ook als eigenaar wordt aangewezen, jij bent ervan, zodat je ook de financiering voor de rest en de change management, de veranderingen die nodig zijn om blijvend gebruik te kunnen maken van het systeem, ook eenduidig belegd zijn. Dat je dat zowel budgetair als qua competenties en qua contracten en contractmanagement, leveranciersmanagement, goed geregeld hebt. Dat je het niet even platgezet over de schutting gooit, maar dat gewoon iemand al wordt voorbereid dat er aankomt. Dat begint al in de project- of programmafase. Dat is niet, ik ben nu klaar, by the way, hier heb je een cadeautje van mij. Want dan is het vaak een bombrief in plaats van een lekkere slagroomtaart. Nou, dat is wat je niet wil. Nou, dus dat is een element
wat we zien terugkomen uit de Gateway Reviews. Verder gaat het over de governance-vraagstukken. En dan heb je toch ook heel vaak over van... Kijk heel goed naar welke competenties die je in je programma of projectorganisatie hebt, die je nu hebt, zijn die nog wel nodig voor de volgende fase. Dus blijf alert op de samenstelling. Blijf niet altijd een winning team, is niet een winning team voor alle fases. Zorg ervoor dat je in de ontwerpfase de juiste mensen hebt, maar zorg wel dat je als overheid in de lead bent. Dus zet op de regieplekken wel eigen mensen die je zelf stuurt en niet dat... andere mensen, zeg maar externe mensen die je inhuurt, ook weer de regie gaan voeren. Dus hou daar wel je eigen verantwoordelijkheid in. En dat is wat we heel nadrukkelijk terug zien komen in de aanbevelingen. Ja, dank u zeer. Zijn dit de belangrijkste lessen? Vooralsnog wel. Ja, oké. Okay. Dan weet ik niet of alle ambtenaren die bezig zijn met ICT binnen het Rijk nu aan de buis gekluisterd zijn. Maar het lijken me belangrijke lessen, niet alleen voor deze commissie, maar ook voor uw werk en voor het hele ministerie. Wat doet u verder, behalve hier dit verhaal heel openhartig vertellen, waarvoor onze dank, binnen het Rijk om deze wijze lessen te verspreiden? Allereerst hebben wij natuurlijk, ikzelf ook en de mensen van mijn bureau, maar ook mensen uit de ketencommunity, regelmatig bij opleidingen voorlichting geven, bij CEO-adviseurs, bij ICT-managementopleiding, om aan te geven, jongens, dit zijn de rode draden, wees hier alert op. Af en toe werken we mee aan workshops voor projecten, programmamanagers, waarbij je ook zegt, joh, maar goed opdrachtgeverschap is gebaat bij goed opdrachtnemerschap. Dus durf ook als opdrachtnemer, als projectleider scherp te zijn. Durf te bevragen van, joh, wat zijn nou de kaders waarbinnen ik moet werken? Wat verwacht u van mij? Maar leg ook terug, kan ik dat wel? En wat zijn mijn randvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn? Dat zijn elementen die wij in die opleidingen terug laten komen. Daarnaast hebben wij zijn begonnen met een denktank kennisdeling. En een van de elementen die we daar met name ook in zien, is dat niet vanuit alles over Bureau Gateway, over de band van Bureau Gateway moet gaan, maar dat juist die community, het lerend netwerk, dat cruciaal is. Dat ook de mensen met elkaar binnen de community, dus binnen de Rijksoverheid, met elkaar hierover praten. Want als je het alleen maar vertelt, heb je niks aan. Je moet het doorleven. Hè? Kennis om de kennis, daar heb je niks aan. Je moet er wat mee kunnen, zeg ik altijd maar. Nou, het belangrijkste daarvan is dat mensen dat ook goed met elkaar gaan delen. Dat initiëren we. Via de denktank zijn we daarmee bezig. En we proberen nog een stapje verder te gaan. Want dat betekent namelijk dat de geleerde lessen die in de Gateway Review zijn opgedaan, zouden nog veel mooier zijn als je die al preventief kunt gebruiken als je weer met een nieuw project of programma start. Nou, daar zijn we nu met die denktank mee bezig. Hoe kunnen we dat nou het beste organiseren, dat die geleerde lessen, of eigenlijk lessons to be learned, hè, nog te leren lessen, de geregistreerde lessen eigenlijk tot op heden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die op voorhand al kunnen benutten als we weer met een nieuw project of programma starten, zodat bij de volgende reviews je op een hoger niveau kunt insteken. En daar wordt nu aan gewerkt. Ik zie een paar naijlende vragen. Eerst mevrouw Bruinslot. De heer Vrijs, u had het inderdaad net over dat bij elke fase van het project moet je goed kijken of de teamsamenstelling nog correct is. Ja. Daarbij zei u ook, maar de overheid of de opdrachtgever moet er wel voor zorgen dat degene die de regie voert iemand vanuit de eigen organisatie is. Hoe vaak ziet u nog dat uiteindelijk eigenlijk het opdrachtgeverschap wordt aangestuurd door een externe? Ik heb er niet cijfers voor handen, maar wat ik wel door de oogharen heen waarneem, is dat dat steeds minder wordt en dat we binnen de overheid steeds meer op de cruciale plekken ambtenaren hebben zitten die dat vanuit de verantwoordelijkheid doen. Zo net gaf de heer Hillenaar aan dat hij zich wel zorgen maakt of er nog wel voldoende van dat soort specialistische kennis in de toekomst nog beschikbaar is. Ziet u diezelfde ontwikkeling? Ik denk dat je daar een onderscheid moet maken tussen wat voor een soort kennis zoek je. Als je praat over op het strategisch niveau, maak ik me daar wat minder zorgen om. Omdat ik zeg, van dat zijn het veranderprojecten met de e-component waar je affiniteit moet hebben. Maar als goede manager ervoor moet zorgen dat je de deskundigheid om je heen organiseert. Als het gaat over tactisch operationeel niveau, dan denk ik dat op dit moment behoorlijk wat kennis binnen de overheid aanwezig is. Aan de andere kant moeten we ons ook heel goed afvragen. Het in stand houden van bepaalde kennis is ook heel lastig en heel duur. En dat is juist het fijne in het samenwerking met partijen die er juist heel erg goed in zijn, om die kennis van buiten naar binnen te halen. Zoek niet alles bij de overheid zelf, maar doe het juist in die samenwerking, in dat partnership. En dat is wel cruciaal. Als u mij vraagt,
hebben wij nu de juiste kennis in huis? Ik denk dat op heden dat we redelijk aan het ook aan het doorontwikkelen zijn. Ook op gebied van programmamanagement, waar interim management rijk voor in het leven is geroepen. Dus daar zie je wel een groei ontstaan. Er blijft altijd alert zijn van, kunnen we het allemaal zelf blijven doen? Op dit moment zie je dat dat meer gebeurt. Maar als straks de economie aantrekt, is de vraag, wil men bij de overheid blijven of trekt men naar buiten? Welke beelden ontstaan dan? Dus alertheid is wel gevraagd, absoluut. Want we hebben hier ook mensen gehad, ook andere geluiden, die zeiden, dat kan niet binnen het bestaande loongebouw. Dan zou je beter moeten betalen, anders dan gaan ze naar het bedrijfsleven. Hoe kijkt u daar tegenaan? Vanuit het ketenperspectief even geredeneerd kan ik er wat minder over zeggen. Als u mij vraagt dat bepaalde functies en functie-eisen specialistische kennis is die op de markt goed betaald worden en we de overheid niet altijd kunnen bekostigen, denk ik dat dat op termijn zeker een risico zou kunnen zijn. Urebelt. U toont zich in dit gesprek een warm pleitbezorger van de collegiale beschouwing, zo vertaal ik de peer review maar. Nu hebben ze hem in Engeland verplicht gesteld, externe ingeschakeld. Als we dat in Nederland zouden doen, wat betekent dat dan? Ik denk op het moment dat je hem verplicht gaat stellen, dat je dezelfde beweging krijgt als in Engeland. Dat een aantal elementen verloren gaan. Er zijn wel eens mensen die hebben tegen mij gezegd, als dat gebeurt, dan wordt het met mes voor het bot. En de reden is omdat als je verplicht stelt, dat je dan toch meer richting een controleinstrument gaat in plaats van een preview-methode waar je zelf als eigenaar en verantwoordelijke je keuze maakt, welk instrument zet ik in. Dan loop je het risico, zoals sommige mensen ook tegen mij zeggen, dan wordt het middel tot doel gemaakt. En wat je zou willen, is dat juist die preventie plaatsvindt. En dat kan met een gateway review, maar dat kan ook met andere methodes zijn. En niet, dat hoeft niet altijd het zware instrument van gateway. Dat kan ook een dwarskijksessie of iets anders zijn. Dus als je al iets zou willen, dan zou het veel meer zijn, zorg ervoor dat het palet, inclusief de previews, in welke vorm dan ook, wel gebruikt worden. Maar om het instrument zelf verplicht te stellen, loop je het risico dat je daarmee de kracht van het instrument en daarmee ook de betrokkenheid en daarmee het lerend vermogen van de overheid minder succesvol maakt. Maar weet u dan wat die verplichtstelling in Engeland heeft aangericht voor iets wat u zo omarmt? Namelijk? Nou, wat ik van collega's uit Engeland terugkrijg, is dat ik net ook al in de bespreking aangaf, is dat er minder ambtenaren nog willen reviewen, omdat ze het gevoel hebben bij elkaar het geld weg te halen. Dat er toch ook in de gesprekken minder openhartig wordt gesproken tijdens de gesprekken. Omdat men toch het als een controleinstrument ziet in plaats van, we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten om succesvol te zijn. En daarmee leveren we in het palet van vooraf bijsturen en achteraf controleren en corrigeren, lever je dan een belangrijke waarde in. Dat is wat in Engeland eigenlijk geconstateerd wordt. Wat tegen mij gezegd wordt vanuit Engeland, wat ze constateren. Maar wat in Engeland is geboren, wordt door de Engelsen ook vermoord, kan ik het zo zien? Ik zou het zo niet willen verwoorden, maar ze hebben in elk geval in een andere context, ook Anglo-Saxische context, in een andere context hebben ze andere keuzes voor gemaakt. Maar ik hoop dat we in Nederland in de context van het leren kunnen houden en in het preventieve bijstellen. Van Menen. Ja, u maakt heel duidelijk dat in uw ogen in ieder geval verplichting en openbaarheid risico's zijn voor de werking van het instrument. Toch zijn er ook recent met enige regelmaat en toch toenemend vragen geweest vanuit de Tweede Kamer. Er zijn ook gateway reviews naar de Tweede Kamer gegaan. Ja. Dat heeft niet significant geleid, denk ik, tot beschadiging van uw instrument, als ik u zo hoor. Nee. Ofwel? Nee, tot heden niet. Nee, hoor, zou u nu, want wij moeten natuurlijk ook iets leren en wij kunnen wellicht van gateway reviews leren, zou u de Kamer aanraden om vaker naar gateway reviews te vragen? Ik zou op zijn minst, laat ik het anders verwoorden, of het gateway review is, dat is een element wat ik belangrijker vind. Vraag ernaar welke preventieve maatregelen en reflectiemomenten heb je ingebouwd om succesvol te kunnen zijn. En dat kan een gateway review zijn. En ik zou hem bewust ook zo willen zeggen, dat kan een gateway review zijn. Want er zijn meer instrumenten die worden ingezet, maar gateway review is wel één zo'n instrument. Mevrouw Fokker nog? Ja? We hadden het nou over de instrumenten, maar zou het dan ook verstandig vinden dat we als Tweede Kamer, hè, we hadden het ook over de starting review, dat we als Tweede Kamer misschien gewoon als vanzelfsprekend, als we misschien zelf wel bij een motie denken van, nou ja, we willen dit wel, maar ook eens eerlijk naar onszelf kijken en dan misschien zeggen van, nou, we willen eerst een starting review voordat we er echt aan gaan beginnen. Vanuit de ervaringen die we hebben vanuit de gateway review zou dat, is dat uit mijn hart gegrepen. Ik denk dat je namelijk daarmee een valse start kunt voorkomen. Ja, absoluut. Dan zouden mensen zoals u dus ook iets vaker bij een hoorzitting of zo. De andere hoorzitting die we wel eens hebben, als we deskundigen horen, moeten uitnodigen. En dat u dan met het verhaal komt, leuk bedacht, maar gaat niet werken.
Of wordt veel te duur? Ja. Nou, dan gaan we daar eens over nadenken. Dank u wel tot dusver. Is er nog iets dat u zelf naar voren wil brengen waarvan u zegt van als ik dat niet gezegd heb, dan krijg ik thuis op mijn kop? Nee, niet op dit moment. Volgens mij is het belangrijkste over tafel gegaan. Dank u zeer. Ik schors de vergadering tot 3:15. Dank u wel.